Gefeliciteerd. Belangrijke stap dit vooral. Nou, ik denk dat het belangrijk is voor de club en ook voor de spelers. En belangrijk is dat je in ieder geval vandaag een team hebt gezien dat de uiterste wil had om een ronde verder te komen. En dat is, dat is goed. Alleen, we leiden natuurlijk wel heel veel schade. Ja, want wat is de schade? Nou ja, je is Salcido. Ja, je krijgt een rode kaart. Ja, dat zijn allemaal wel vervelende dingen. Orlando Engelaar geblesseerd. Dus dat zijn allemaal vervelende dingen. Maar even 24 uur afwachten voordat we de 100% schade ook in werkelijkheid kunnen meten. De schade van de rode kaart was direct voelbaar, want je moet met een man minder. Was het een rode kaart? Ja, ik bedoel, ik zit er zo ver vandaan en dan kan ik nu wel gaan zeggen van het was geen rode kaart of het was wel een rode kaart. Dat kan ik eerlijk gezegd niet beoordelen, dus ik moet die beelden hebben gezien. Hoe dan ook, met 10 man, ging het daar voor jou naar tevredenheid? Ja, nou goed, we hebben in ieder geval behouden ze een paar standaard situaties. Hebben we eindelijk bijna tot niets weggegeven. Stond redelijk goed, bleef goed bij elkaar spelen. En dat betreft was het wel goed. Je moet alleen jezelf, de arbeid die je brengt met 10 man, die moet je eigenlijk alleen belonen met nog 1 of 2 doelpunten. En dat had absoluut gekund. Nu, de volgende stap, Europees gezien, is misschien wel de allerbelangrijkste. Want dat is de play-off op weg naar de poolfase. Ja, als je Europees gezien is dat de volgende stap. Maar onze volgende stap is natuurlijk richting zondag. En we hebben allemaal gezien vandaag dat wij eigenlijk pas zijn in de ontwikkeling van het team. En dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. En dat, om dat helemaal gepolijst te hebben, dan, dat duurt nog wel eventjes.